er vast niet zo lekker uit, maar ben ik een beetje ziekig. Gooi ik maar op. Kijkers, ik ben een beetje ziekjes. Het is een maandag 6 april. Tweede paasdag, hè. Heb jij een beetje paasuitje gegeten? Nou, nee, eigenlijk niet. Een beetje ziekig. Een beetje ziekig. Ik heb me redelijk rondgevreten. Dit is Uitbuiken, aflevering 79 met Bandgate 2.0. En een knop waarmee jij wc-papier kan bestellen. Yes! Ger, afgelopen week hadden we het over jouw sinds die parel van de telefoon die je in je hand hebt. De Galaxy S6 Edge. Hoe lang heb je hem nou al? Goeie diepgaande journalistieke vraag is dit, zeg. Ook een gesloten vraag kan maar één antwoord geven. Ik weet het niet. Ja, zo'n makkelijke vraag weet je al niet te beantwoorden. Hoe dan ook, zit er al een kras op? Is hij al kapot of niet? Nee, hij doet het echt nog perfect. En geen enkel krasje. Jij mag het zelf even controleren, want jullie weten dat ik altijd iets te lomp omga met dit soort gadgets. Maar hij is nog redelijk gaaf. En dat schijnt bijzonder te zijn, vertelde je mij. Ja, want toen de iPhone 6 Plus uitkwam, was daar ineens Bandgate. Ja. Mensen hadden hem in een broekzak zitten, dat ding werd krom. Chaos, paniek. En toen was Samsung als eerste om te zeggen, haha, losers, met je iPhone, ding gaat kapot. Nou is afgelopen week dat ding uitgekomen. Hebben ze gelijk zo'n test gedaan, een van de bureau, wat telefoons testen op basis van druk en alles. En dat doen. Sneu bro lijkt me dat. Je zou er maar werken. Dat je werk is om de drukgevoeligheid van een telefoon te... Maar goed. Ja, maar dat doen ze voor garantie en zo. Oh. Dus het heeft wel een soort doel. Het is semi-wetenschappelijke bullshit. Maar wat ze nou gedaan hebben. Ding opgelegd op een plateautje. Goed veel druk erop gezet. En wat denk je? First up, the iPhone 6 Plus. The phone that caused Bendgate. Bent under 110 pounds of pressure. And reached its breaking point, catastrophic failure, at 179 pounds. And finally, we put the new Galaxy S6 Edge to the test. Just like the iPhone 6 Plus, it bent at 110 pounds. But unlike the iPhone, its glass edge cracked under pressure. Even with a broken screen, the S6 Edge still worked. So we forged ahead and found that it broke apart entirely at 149 pounds. En ik begrijp nou dus dat dit filmpje, dat hij dus sneller kapot gaat dan de iPhone 6 Plus. Ja, hij gaat eerder kapot. En vooral het scherm. Het scherm lag redelijk rap aan diggelen. Dat is wel redelijk zuur. Ja, ik vind het al wel grappig om dat zo'n filmpje te zien, omdat het wel leuk ziet hoe het kapot gaat. Maar is het natuurlijk niet ergens een beetje raar om dit soort testjes te gaan zitten doen? En ik bedoel, ik kan natuurlijk ook met mijn telefoon gaan gooien en dan zeggen, hij is kapot. Maar ja, wat is hier de functie van? Nou ja, het is wel grappig om te zien dat je... Wat ik vooral leuk vind is dat het koekje van eigen deeg is. En of het heel veel nut heeft, ja, hoe vaak ga je met echt specifiek op het midden van je scherm met zoveel druk. Ja, dat doe je niet vaak. Maar het is wel grappig in het kader van de Bandgate iPhone. Want daar werd een hele fuzz omheen gemaakt. En dit bericht stond wel op de meeste blogs en fora. Maar heb je er zoveel van meegekregen? Nee, ook weer niet. Dus het is scherp dat het bij de Apple een enorm probleem is. Maar het zegt ook wel iets over Samsung, dat dit dan zoiets van, fuck it. Heeft die man ook niet tijdens de lancering van de... Of zoals bij de Note, dat hij grapjes maakte over dat deze niet brak? Also, the special metal that we use is 50% stronger than the metal in other high-end smartphones. My first language may not be engineering, but I do know that this stuff will not bend. That this stuff will not bend. Will not bend. Not bend. Not bend. Wat wel trouwens in het voordeel spreekt, is dat ik van de week een ander filmpje zag, waarin ze dat ding echt van een meter of anderhalf naar beneden kukelden. Ja. En toen? Bleef hij heel. En het waren niet mijn nagels. Even een disclaimer. Ja, zo zie je maar weer hoe subjectief dat is. En wat je moet doen om dat ding te kunnen slopen. Wat ik wel grappig vind, zou jij hem nu wel gewoon met alle liefde nog in je broekzak stoppen of niet? Of ben je echt bang dat hij kapot gaat? Heb ik er een hoesje omheen? Nee, maar steek je hem in je broekzak, ja of nee? Of doe je hem altijd in je jaszak? Altijd in mijn broekzak en dat is een genot, dames en heren. Want dat kan veel beter dan de iPhone 6 Plus en die had ik eerst. En dat vind ik heel fijn. Afgelopen week, het kan je niet ontgaan zijn. Gaat het? Sterft hij te plekken? Sterft in het harnas, net als die comediant. Wie was dat? Tommy Cooper. Die heel hard gehoesten, daar ik dan zo. En dan denk je dat het een grap is. Ja, ja nee. Nee, is niet zo. Waar waren we? Afgelopen week was het 1 april. Het zal je niet ontgaan zijn. Een heleboel hele flauwe grappen.
filmpjes en dingetjes. En nou ja, Pac-Man kwam voorbij, die vond ik wel leuk. Ja, ik heb ook even gespeeld. Lekker in mijn straat. Dat was best leuk. En eigen straat uitgespeeld. Tuurlijk, tuurlijk. Eenvoudig. Ik had wel moeite met Keizer Karelplein. Maar een van de leukere dingen die ik zag was de Amazon Dash. En dacht ik, nou, hier worden we in mijn ootje genomen. En dat was een knop, die plak je bijvoorbeeld op je wasmachine. En er zit één functie op. Hij maakt verbinding met je wifi, drukt op die knop. En je favoriete wasmiddel wordt besteld, automatisch. Oh ja. Dat is best een leuk grapje. Maar het is ook wel handig zelfs het werkt, eigenlijk. Nou ja, 1 april vond ik het een leuke grap. 2 april bleek het waar te zijn. Don't let running out ruin your rhythm. Introducing the Amazon Dash button for Prime members. A simple way to reorder the important things you always run low on. Ik vind het wel slim. Ja, ik ook. Het probleem met dat Amazon Dash is dat het nu alleen werkt met bepaalde merken. Dus je kunt bijvoorbeeld een... Drift heeft dan een knop gesponsord. Ik noem wat Drift, of Drift is. En dan, die plak je dan bij op je... Hoe noem je dat? Keuken. Als je daarop klikt, dan krijg je dan een nieuw afwasmiddel. Ik koop gewoon afwasmachine. Maar het werkt dus niet automatisch voor alle dingen. Maar dat zou wel tof zijn. Maar wat zou jij bijvoorbeeld bestellen als je zo'n knop had? En waar zou je hem plaatsen? Zou ik nou zo'n heel lekker studentico's grapje maken? Want er zijn toch altijd studentico's volgens mensen? Druk op bier en dan heb ik ook gratis bier. Hey! Zo? Nee. Maar ja, die Amazon Dash, dat is een leuk idee, maar dat werkt nog allemaal niet goed. En ik weet ook helemaal niet of het naar Nederland gaat komen. Maar wat ik wel een tijd geleden zag, en dat is eigenlijk precies hetzelfde, was voor de Raspberry Pi een add-on. En er zat gewoon een draaiknop op. De Raspberry Pi is een kleine pc'tje. En hadden ze een add-on voor gemaakt met een draaiknop met 1, 2, 3 of 4. En dat is het aantal pizza's wat je wilde. En één grote rode knop, en dat kon je opdrukken. En dan werden de pizza's geleverd. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. En misschien ook wel een beetje toekomstmuziek. Maar even de andere kant van het verhaal. Ja, het is de journalistieke inborst. Juist. Is het niet zo dat we daar natuurlijk al een smartphone voor hebben die langzaam maar zeker alles ineens in één... Kijk, want even in de situatie schetsen. Stel, dat wordt heel groot. Wat betekent dat dus dat je hele huis vol met knoppen zit? Dat is niet anders. Nee. En dan, oh, kut. Ik moet nog wat kopen. Maar ik doe alles online. Dus ik ga nooit meer naar de winkel. Maar ik sta nu in de winkel, dus ik weet niet wat ik al online gekocht heb. En ik moet... Word je gek van? Frits. Ja, dan denk je hele huis vol ze met deurbellen. Ja, maar dan niet een joort ging in, maar weet je dat principe. Ik vind het fijn dat je je eigen grappen uitlegt. Dat is heel nodig. Oké, jammer. Ja, jullie hebben er niks van meegekregen, maar jij had afgelopen weekend een online discussie, heel futuristisch in de cloud, met Dennis over streamingdiensten. En de aanleiding was Tidal. En dat blijkt dus te zijn dat, ik volg Beyoncé niet op de voet, moet ik eerlijk zeggen, maar Beyoncé heeft een nieuw nummer. En daar heeft ze de liefde bezongen die ze heeft voor Jay-Z. Oh, lief. Dan denk ik, valt daar niemand mee lastig. Maar zij maken er een clip van en die zetten ze op Tidal, Ger. Ja, exclusief. Zodat je die streaming niet als eerste moet hebben en dan kan je het daarna verder nog niet zien. En daar had ik een discussie over met Dennis. Want Dennis die vond het belachelijk, stuitend en verschrikkelijk ongelooflijk niet kunnen dat ze dat had gedaan. En daar was ik niet mee eens. Maar wat jij vindt dat we... Los van dat hele nummer, want dat is natuurlijk heel voorkomen bout, dat moet ik zeggen. Ik weet niet waarom, maar we zijn mannen, dus... Nee, maar dit is dus interessant, hè? Oh. Want jij weet dus al waar het over gaat, hoe het eruit ziet en wat het kan. En terwijl het eigenlijk exclusief op iets stond. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik nee, niet helemaal afgekeken en alles heb, maar dit dan een klein beetje. Kijk. Kijk, wij kunnen dit dus nou ook gewoon tonen. En dat is eigenlijk het hele probleem. Want daar had ik de discussie met Dennis over. Want Dennis zei, en dat is natuurlijk wel een beetje waar, door het internet is nooit meer iets exclusief. Hè? Als jij hier nou bij wijze van spreken je broek naar beneden trekt, gegarandeerd dat het dan ergens op een andere site viraal gaat en dat heeft iemand het eruit geknipt. Niet te hopen, maar... Dat is iets anders. Maar weet je, dus de hele discussie of je iets exclusief moet maken en moet het dan op een streamingdienst die veel te duur is en dat soort dingen. Maar ik vind dat een beetje irrelevant, want ik vind het eigenlijk best wel storend dat we blijkbaar nu met z'n allen vinden dat het op internet is dat het allemaal maar gratis moet zijn. Met z'n argument, oh, ze zijn rijk genoeg, dus ze moeten niet zo zeuren. Maar rijk genoeg is natuurlijk heel relatief, want je moet wel ergens komen. Laten we even één stapje terug gaan, want Tidal is dus een nieuwe streamingdienst waar ze dus exclusief iets opgezet hebben. En dat is eigenlijk het grootste, de grootste ergernis die we hebben, want waarom zou je iets exclusief gebruiken? Want internet, dat is per definitie niet meer exclusief. Als het om een cd gaat die je jat uit een winkel, heb je een punt, maar dit is iets wat... Maar wat is daar nou het verschil? In theorie is het...
is het over de... Het blijft jatten. Daar ben ik het met je eens. Alleen, je houdt het niet tegen, dus je moet iets anders bedenken waarmee je dat op een degelijke manier kan faciliteren. Dus je moet, wat je eigenlijk gaat doen, het is wel een interessante, bijna haast omgekeerde wereld. Je gaat rekening houden met de mensen die verkeerd doen in deze samenleving. En daar ga je je beleid op aanpassen. Nou ja, wel een beetje, ja. Handig. Dat betekent dus, ja, dat vind ik uitgaan vanuit een verkeerd idee. Maar wat het punt vooral is in deze, is dat je... zij maken nu een exclusieve Spotify rip-off. Een soort extra dienst die over fucking veel op Spotify lijkt. Dat is al schaamteloos. En daar komen ze dan mee. En daar moet je fucking veel geld voor betalen om een paar van je exclusieve gasten te zien. We're gonna come together and we're gonna take a stand. And we're gonna give people quality and great things and great experiences. You know, we'll push the things that happen on the internet further along. This is really musicians making music and it's about music and it's no endgame. Ja, joh, waarom zou ik jou in hemelsnaam betalen? Je hebt handen vol met klauwen aan monies. Oh, dat is echt zo verkeerd argument. Nee. Zo slecht. Zo ongelooflijk slecht argument. Die huizen zijn heel rijk. Ja, hoe zijn ze... Denk je dat Beyoncé toen ze geboren werd, toen ze ook al 13 miljard op de bankrekening had staan? Nee, die mensen hebben ook gewerkt. En dat is het verschil en daar komen we bij het punt wat ik uiteindelijk wil maken. Dat je eigenlijk zou willen betalen naar wat je het waard vindt. En dat gaat nu met de manier waarop we nu onze streamingdiensten hebben. Spotify is op zich prima systeem. En ik vind ook niet, waarom zou je geen hemelsnaam naar Tidal overstappen? Spotify werkt prima. Alleen het nadeel voor de artiesten vinden zij dat ze te weinig geld krijgen. Ja. Dus er zou een soort model moeten komen waarin jij zegt in Spotify, je kunt je Spotify de hele nacht aan laten staan om een bepaalde artiest te supporten, zodat dat ding 100.000 keer gedraaid wordt. Maar je zou eigenlijk moeten zeggen, nou van het tientje wat ik heb, heb ik liever dat je bijvoorbeeld een euro mag besteden aan de artiest die je graag wil supporten. En dan geef je bijvoorbeeld 50 cent aan, weet ik veel, waar jij naar luistert, Osdorp Posse of daar luistert Dennis altijd naar. Of een Acta en de Munnik in jouw geval, weet ik veel, wat slechte baggerherrie. Maar dat je zo je inkomsten kunt verdelen. Ja. En, maar goed, de conclusie is dus, er moet een alternatief komen en grote rijke mensen moeten niet zo zeiken. Nou, niet zozeer een alternatief, maar wel gewoon een soort betere verdeelsleutel. Of kijk, als die artiesten het kloten vinden, moet er een betere verdeelsleutel komen in Spotify. En dan gaat dat Tidal met een exclusieve Beyoncé videoclip echt niet bij helpen. Is daar niet toevallig ook stelling over, of niet? Niet over Tidal of Spotify. Nee, het gaat over vorige week. We hebben het de laatste tijd over... Die jongens, echt ziek. Joh, beterschap. Neem een eitje. We hadden het over Meerkat en Periscope. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar we krijgen wel echt gruwelijk de hik van die verticale video's. En dat was ook de stelling. Verticale video's zijn. En toen kwamen er een heleboel onbeduidende tekens die eigenlijk gewoon fucking moeten voorstellen, volgens mij. Vervelend. En dan kun je alleen maar ja op zeggen, Ger. Ja, al zie ik er nou wel lekker uit zo. Terwijl ik hartstikke ziek ben. Daar kan ik alleen maar nee op zeggen. Hoe dan ook, de stelling was, dus verticale video's zijn behoorlijke kloten. Dave Segers, wel bekend bij ons allen. Leuk dat je kijkt, Dave. Helemaal mee eens, geforceerd horizontaal filmen, zoals de Horizontal app doet. Lijkt me niet eens een slecht idee voor alle apps. Horizontal app die forceert dus als je hem zo houdt, dan maak je er eigenlijk een verticale video, een horizontale video van. En dan forceert hij eigenlijk om hem ook nog even te draaien. Ja, slim. Ja, en Plakkie, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Ik ook niet. Plakkie zegt, nee, inderdaad, deze functie moeten ze gewoon toevoegen aan de standaard videocamera app. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Hebben we nog Stijn. Stijn van Brummel die zegt, ik denk niet dat iemand het hiermee oneens kan zijn. Oh, Ger wel. Het is inderdaad behoorlijk irritant als je een filmpje verticaal krijgt. Bij Snapchat kan het ook niet. Jammer als je het filmpje wilt opslaan. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Jij niet? Jij vindt verticale video's niet bloedirritant? Ja, maakt me echt gereed uit. Ik vind het stom als je zo filmt, maar voor de rest. Ach, joh, maak me niet zo druk. Ik ben veel te ziek. Jongens, we ronden af, want ik ga ongeveer dood hier. Hé, hey, tot volgende week. Het is paaseitjesdag. Ik ga al in mijn bed liggen. Oh, arme Ger. Tot volgende week, jongens. En beterschap aan Ger. Doe mijn duimpje. Wat sneuneus.